tijdens dit soort grote evenementen. Dat scheelt in de kosten, want we hebben een bijstandsuitkering. En dan kunnen ze hier dus eigenlijk gewoon zonder dat de organisatie voor betaalt, kunnen ze hier hun werk doen. Dus ze kunnen misschien ook een beetje kijken naar die veiligheidskosten, die misschien in de toekomst gaan toenemen. Alhoewel Doenja daar weinig last van zal hebben. Doenja is natuurlijk een prachtig evenement, wat nu voor de 33ste keer plaatsvindt. Totaal geen risico-evenement, heeft dus in die zin niks te maken met de strengere veiligheidseisen. Vrolijkheid, samen met elkaar ontmoeten, genieten van muziek, van dans, van cultuur, van poëzie. Dus daarin zullen die strengere veiligheidseisen natuurlijk verder staan daar los van. En overigens, 33 jaar Doenja, ik moest zelf gisteravond denken van hoe lang kennen we Doenja al? En dat moet ergens teruggaan naar de jaren 90. En toen las ik in de voorbereiding dat 33 jaar geleden de start van Doenja eigenlijk was in de Doelen bij Poetry International. En de dichters en de aanwezigen toen zeiden wij gaan de poëzie gaan we naar de stad brengen. En we gaan de mensen opzoeken en bij het beeld van Tollens is toen een bijeenkomst geweest en is poëzie voorgedragen. En dat was de start van Poetry Park. En dat kan ik me nog wel herinneren van vroeger uit de jaren 80, dat er altijd Poetry Park was. En dat is uiteindelijk geviseerd Poetry Park met... Je vertelde het net nog. Ja, shit. Anyway, in de jaren 90 is Doenja. Toen is het echt gaan groeien. Het is een van de oudste evenementen in Nederland op gebied van wereldcultuur. Zeer druk bezocht. Met een traditie van 's ochtends wat minder weer, maar in de loop van de dag altijd mooi. Precies. En die traditie die gaan we vandaag ook voortzetten. Dit jaar in het teken van Afrika en de band met Afrika. Vandaar ook het hartelijk welkom aan de consuls vanuit een aantal landen die hier ook optredens verzorgen. 6 podia, het gaat de hele dag door. In die zin denk ik dat de traditie gewoon voort kan gaan. Namelijk, het begint wat matig met het weer, maar daarna gaat iedereen vanuit Rotterdam en daarbuiten hier naartoe om te genieten van de kunst, cultuur, de muziek en de poëzie. Ik wens iedereen daar een hele genoeglijke middag bij. En de organisatoren heel veel dank. En alle deelnemers en alle mensen die hier optreden, heel veel succes. Het was Festival aan de Maas. Ja, yes. Ik had een blackout, mensen. Zoals de wethouder net zei, is vandaag ook een speciaal evenement in het kader van onze werelddichter Tollens. Dat vindt plaats in de poëzietent. Dus ik nodig u alle uit met ons samen naar te gaan naar de poëzietent. De wethouder ligt ook voorop, u volgt ons. Het zou plaatsvinden bij het beeld van Tollens. Helaas, de regen voorkomt dat we gaan lekker midden in de warme tent zitten. We hebben een half uur programma rond Tollens. En daarna begint om 1 uur het Doenja Festival. U bent de hele dag hier welkom. Hapjes, drankjes. Dat zie ik niet meer. Maar u moet natuurlijk het beste rondlopen en genieten van de vele cultuur die Doenja toen heeft. Hallo. Dus graag volg ons richting Poëzietent. En dan gaan we een speciaal half uur programma volgen in het kader van onze poëet Tollens. Dank u wel.